Yo, Nintendo fans! Vandaag spelen we nog meer nieuwe Mario Kart 8 Deluxe banen. Ik ga namelijk de Maanbeker spelen. We hebben hier Berlijn bezoek uit Mario Kart Tour. Ja, sowieso gaat Amsterdam ook komen. Dat kan niet anders. Maar anyway, Peach Paleistuin van de Nintendo DS. Dennenboomdorp, toepasselijk met kerst. Dat is een nieuwe baan. En de regenboogbaan van de 3DS. Wist je dat als je je duimpje omhoog doet, dat YouTube dat heel leuk vindt, dat dat heel erg mijn kanaal helpt. Dus doe dat. Vergeet niet te abonneren als je van Nintendo houdt. En knal het belletje aan, want dan mis je geen enkele video. En dan ben ik benieuwd voor in de reacties welke baan jullie het leukst vinden. Welke baan uit deze video vinden jullie het tofst? We zijn nu in ieder geval in Duitsland, in Berlijn. Oftewel Berlijn. Oftewel, waar is de Berlijnse muur? Of reed ik daar nou net onderdoor? Sorry Bowser, ik heb je nu al geraakt, vriend. Wie rijdt daar op kop? Is het Peach op de motor? Het is Peach op de motor. Ik ga voor mijn gevoel heel langzaam. Ik heb 150 cc aangedaan. Maar ik ga echt traag voor mijn gevoel. Ik wil de dubbele vraagtekens. En dat is gelukt. Oké, let's go. Let's go. We hebben hier een green shell. Oh, niet daar. Oh, daar kon ik wel tegenaan rijden. Maar het is inderdaad niet handig om op deze baan te rijden. Nee, dat klopt. Peach, je gaat als een malle, joh. Ik kan Peach helemaal niet bijhouden. Peachy, kom eens even hier. Wat gebeurde daar nou? Waarom ging mijn green shell weg? Kreeg ik twee rode schelden? Dit gaat echt top. Dit is de Berlijnse muur, hè? Dit is sowieso de Berlijnse muur. Dan moet... Door wat word ik nou weer geraakt? Wat is dit? Waarom moet iedereen mij hebben? Dit is ongelofelijk. Ik werd nu weer door een vuurbloem geraakt, denk ik, of zo. Oh my gosh, ik rijd ook nog tegen een taxi aan. Oh my gosh, ik ben gewoon vijfde in ronde 2. Wat erg. In de vorige video gingen we zo lekker. En in deze video gaan we zo verschrikkelijk slecht. Ik kan ook gewoon niks ontwijken, want anders reed ik tegen die bananen van Bowser. Ik probeer de banaan op Bowser te gooien. Maar gelukkig is het nog wel spannend. Gelukkig is het nog wel spannend. Ik heb helemaal geen tijd om op de baan te letten. En of om jullie te vertellen of ik dit een leuke baan vind. Want dat is allemaal nog maar de vraag. Want ik moet me puur focussen op het racen. Want ze maken hem het leven zuur, potverdorie. Hier een smal straatje, smal bochie. We gaan door een park. Ik zie hier Twompies. Oeh, ik wou de dubbele vraagtekens pakken, maar dat lukte net niet. Ik heb in ieder geval wel een banaan achter mijn kont hangen. Ja, dat is gewoon een opmerking die je kan maken, hoor, in Mario Kart. Is gewoon heel normaal. Is gewoon heel normaal. Oh my gosh! Wel een leuke baan, jongen. Hier kunnen we onderdoor. Links, dan heb je speed boost. Misschien is dat de betere kant om te pakken. Ik vind deze leuk. Ik vind het wel een toffe baan. Ik vind het een leukere baan dan die uit Londen. Die hadden we in de vorige video. Die vond ik een beetje... Maar Berlijn is wel vet. Maar ja, Amsterdam is nog steeds het tofste natuurlijk. Petitie starten om Amsterdam in Mario Kart te krijgen, jongens. Let's go. Gaat sowieso gebeuren. Het kan haast niet anders dat Amsterdam ook gaat komen. Oh, taxis. Ja, oké. Gaan we dit toch alsnog winnen? Ik denk het wel. Ja, lekker. We zijn alsnog eerste. Zo, dat was even een zware bevalling. Maar het is wel gelukt. We zijn nu op de Peach Paleistuin. Ik ben benieuwd. Met welk karakter spelen jullie normaal altijd in Mario Kart? Ik pak heel vaak Link of Inkling Boy. Ik denk dat ik die twee eigenlijk het vaakst pak. Ik pak geen eens Mario karakters, besef ik me nu. Kan gewoon. Oké, nou, dit is een vrij brede baan tot nu toe. Ziet er niet uit alsof die heel erg moeilijk is. Je kan een beetje zo sliden. Je moet wel uitkijken voor de chain jump natuurlijk. En dan kan je zo hier naartoe. Als je op de map kijkt, dan zie je ook dat het een vrij vierkante baan is. Ik had hier wel eventjes beter mogen sturen. Maar ik had dus geen idee welke kant ik op moest. Of welke kant de baan opging. Ik keek niet zo goed waar ik was eigenlijk. Ik weet niet of het slim is. Ja, het is redelijk slim om deze speedboost van Monty de Mol te pakken. Oké, we kunnen hier dus beter de binnenbocht pakken. Die had ik veel te ruim genomen. Boe is mij weer allemaal dingen aan het stelen. Ik dacht dat ik aan het sliden was, maar dat was ik niet. Dat was ik niet. Ga weg, Peach. Ga weg. Niet de binnenbocht pakken. Maar het is van mij. Het is van mij. Lekker voor je. Oh, sorry. Nee, ik moet Peach natuurlijk wel beschermen. Het is niet de bedoeling dat ik Peach ga aanvallen. Peach, sorry. Het spijt me. Ik zal het nooit meer doen. Volgens mij moest ik hier naar links, toch? Ja, kijk. Hier moest ik... Oh, ik bedoel naar rechts. Nee, de andere links. Ik moest naar de andere links. Petey Pirea is hier lekker aan het chillen. Die wil... Volgens mij heb ik een rode schildje afgeweerd met mijn toeter. Dus dat is helemaal tof. Muntjes pakken. Ik heb al vol. Ik heb al 10 muntjes. Nou, deze is wel een beetje een makkelijk baantje. Je ziet toch dat het een beetje oude track is wel. Qua vorm vooral. Ga ik nou de andere kant op? Moet ik nou opeens de andere kant op? Oh, dat is wel leuk. Dit is allemaal nieuw. Ja, zie je. We moeten opeens de andere kant op. We rijden tegen het verkeer in. Oh, dat is wel leuk gedaan. Ja, oké. Pluspunt voor deze baan. Bij deze krijg je een half puntje erbij. Dit is super origineel. Dit is hartstikke leuk. Dan moet ik dus nu wel naar links. Krijg ik een muntje terug van Boe. Oh, nu kunnen we vliegen. Ja, kunnen we door heel die tuin vliegen.
Ja, dit is wel cool. Ik wou zeggen dat ik dit een beetje een saai baantje vond. Maar dik vet pluspunt voor het einde. Voor de laatste ronde. Dit is heel leuk gedaan. Nou, in plaats van dat ik zeg een 7, zit ik toch wel minimaal op een 8 nu. Dus krijgen ze zelfs meer dan een halve punt erbij. Leuk gedaan. Ja, Peach Kasteel. Toffe nieuwe baan. De derde baan is een gloednieuwe baan in de Maanbeker. Dennenboomdorp. Oh, dit ziet er wel cute uit. We zien een slee met pakjes. Oh, dit is zo leuk. Ja, dit is echt de beste kerstbaan ooit. Race nummer 3. Yoshi staan ons weer aan te moedigen samen met Toots. We zien zuurstokken, we zien kerstbomen. Als je fan van kerst bent, ja, dan is dit wel echt een leuke baan. Kijk die pakjesauto daar links ook. Of slee. Pakjeslee is het eigenlijk natuurlijk. Hij wordt alleen niet voortgetrokken door de rendieren, zag ik. Ik raak weer iemand. Er was blijkbaar iemand in mijn... Nou, ik zal mijn zin maar niet afmaken. Anders gaan jullie weer raar vinden. Ik wou iets met een kont zeggen, maar laat ik dat maar gewoon niet doen. Ik liet mijn speed op het verkeerde moment los, maar... Of mijn boost, maar we gaan wel prima. Kijk, dat ding de hele tijd boven ons. Vet, man. Heel leuk. Ik ben benieuwd of dat ook nog iets gaat doen. Of we bijvoorbeeld daarop kunnen straks. Nou, hij gooit in ieder geval muntjes. Dat is al één ding. Speed boost, jump boost. Let's go. Ronde 1 zit erop. Ik ben dus ook heel benieuwd of deze baan nog gaat veranderen. Oh, volgens mij kon ik daar boven langs. Volgens mij kon ik over dat spoor waar ook die slee rijdt. Dat gaan we in de volgende ronde even proberen, jongens. Kijk, hier. Dit is leuk. Dit is leuk. Hier kunnen we bovenlangs over het spoor heen. Tot hoever kunnen we over het spoor? Oh, hier komen we weer terug. En dan zouden jullie dus nog een dubbele ramp kunnen pakken. Die ik nu mis, want ik had geen idee dat die eraan zat te komen. Maar geeft niet. Leuk. Het heeft me niet heel veel opgeleverd, moet ik zeggen. Sterker nog, volgens mij is mijn voorsprong kleiner geworden. Want Piet zit echt dik achter me. Ik durf nu ook niet echt hier naar boven dubbele vraagtekens te gaan pakken. Dat kan natuurlijk wel, maar dat gaan we niet doen. We gaan weer als eerste over de finish op een super cute baan. Ah, leuk gedaan, leuke baan. Jammer dat hij niet varieert. Dat er geen variatie in zit of dat er iets gebeurt met die slee. Maar voor de rest wel een hele leuke baan. Maar stiekem vind ik nu de tuin van Peach misschien nog wel leuker. De laatste baan uit deze video is een nieuwe Rainbow Road. En het is de Rainbow Road van de 3DS. We zien ook een maanlandschap met stuiterende chainjump. Op hoofden. Let's go! Ziet er leuk uit, man. Dit is echt zo'n kristallen vloer waar we op rijden. Ja, het is gewoon een regenboog natuurlijk waar we op rijden. Maar leuk gedaan. Ziet er vet uit. Hier heel veel speed boost dingen. Als we een beetje aan de buitenkant gaan, dan zou je dubbel vraagteken kunnen pakken. Als je tenminste goed stuurt. Dat deed ik nu niet. Binnenbochie. Nog een binnenbochie. Ik probeer zoveel mogelijk binnenbochtjes te pakken. Dit ging redelijk, maar ik word wel geraakt door een red shell. Ja, mijn voorsprong werd al te groot, hè? Ik ging te goed, hè? Hadden jullie niet verwacht, hè? Pinchy, potverdorie. Hier zouden we dus weer speedboost kunnen pakken, want die baan die gaat een beetje golvend. Oké, wat heb ik hier? Ik heb hier red shells. Hopelijk legt Peach niet die banaan voor mijn neus neer. Nee, dat doet ze niet. Ik heb één red shell ook afgeweerd. Wat is dit? Dit is de... Oh, dit is de ring van Saturnus, denk ik. Vet. Heel leuk. Heel cool. Daar gaan we. Ik heb Peach nog steeds niet ingehaald, verdorie. Nu wel. Gaan we de buitenbocht pakken, zodat we de speedboost pakken. Cool. Hier ook. Ja. Hier ook. Yes. Nice. Ik durf niet. Wat is dit? Zo, dit is een vervelend stukje. Dat is een hinderlijk stukje, jongen. Met al die gaten in de vloer. Oké, volgens mij moeten we hier naartoe. Ongeveer. Ja, oké. Ik heb niet de perfecte lijn nog, want ik had geen idee. Oh, dit is weer een nieuw stuk. We zitten in het laatste gedeelte van de baan. Dit telt als ronde 3. Oké, we sturen naar de speedboost toe. Cool. Oh, je kon ook vliegen daar als je een blauwe had. Als je een blauwe speedding had. Jezus, dit is vet. Dit is super cool. Wat een vette baan. Hele vette Rainbow Road is dit, zeg. Wow, yo, ik vind dit echt leuk. Ik vind deze echt leuk. Totale chaos, denk ik, als je dit in multiplayer doet. Oh, ik heb net goed de bocht aangesneden. En we worden weer eerste. Woep, woep, woep. Wat een vette Rainbow Road is dit. Ik denk dat deze bij mijn favoriete Rainbow Roads hoort. Laat weten in de reacties wat jij ervan vond. Doe het duimpje omhoog als je dat nog niet hebt gedaan. Want dat vindt YouTube heel leuk. En ik ook. Maar ik vind het nog leuker als je abonneert. Dus doe dat. En dan zie ik je gewoon bij de volgende video. Mazzel.